super blij dat we vanaf 6 september in het supermooie gebouw zitten en met een supermooi rooster gaan werken. Wat ik het allerleukste vind aan dit rooster is dat we met leerdoelen gaan werken. Leerdoelen heb je op verschillende gebieden. Je krijgt het van je gewoon lesvakken. Bijvoorbeeld van geschiedenis moet je op het eind van de les weten over bepaalde kenmerkende aspecten. Maar je hebt ook je eigen leerdoelen. Bijvoorbeeld als je hier bij technologie moeite hebt bijvoorbeeld met presenteren van wat je hebt gemaakt. Dan kan je je eigen leerdoel gebruiken. Bijvoorbeeld ik wil leren hoe ik beter kan presenteren. Ook bijvoorbeeld wat ik heel leuk vind is bij de musical. Misschien wil ik voor de musical beter kunnen praten of beter kunnen articuleren. Dan kan ik dat bijvoorbeeld ook gebruiken als leerdoel. Bij ons oude rooster werken we veel meer in dezelfde route. Iedereen volgt dezelfde lessen en iedereen doet hetzelfde. Op het nieuwe rooster ga je veel meer focussen op wat je zelf wilt, op je eigen individu en wat jij nodig hebt om goede schoolprestaties te halen. Ik ben zo blij dat we 6 september op deze school zitten. Dan kan ik supergoed werken naar mijn examenjaar en ik ben heel blij met dit rooster.